Sinterklaas heeft ervoor gekozen om gedurende zijn verblijf in Nederland ook een paar dagen te logeren in herberg De Pastorie in Zomereind, dat in deze periode ook Sinterklaashuis genoemd wordt. Sirius TV ging een kijkje nemen in het Sinterklaashuis. Goedemiddag, Sinterklaas. Goedemiddag. Dag, Piet. Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht, want we zitten allemaal even recht. Misschien hebt u wel even tijd, voordat u weer naar Spanje rijdt. Kom dan nog even bij ons aan en laat je paardje maar buiten staan. En we zingen en we springen en we zijn zo blij, want we zijn geen stoute kinderen bij. En we zingen en we springen en we zijn zo blij, want we zijn geen stoute kinderen bij. Wow, heel mooi hoor. Dankjewel voor de leuke ontvangst. Ja, nou ik heb er weer zin in vandaag. Maar ja, jullie ook denk ik, Pietjes, hè? Ja. We zijn per slotverrekening 4 dagen, 5 dagen hier als gast in dit mooie Sinterklaashuis. Hè? Nou, dankjewel hoor. Hoofd Piet ook, hè? Je hebt er ook zin in, hè? Zeer zeker, Sinterklaas. Zeer zeker. En we hopen dat er veel kindjes vanmiddag langskomen. Heel veel. Om het Sinterklaashuis te bekijken. En een praatje te maken met Sinterklaas. Oh, dat is wel heel gezellig, ja, ik vind Sinterklaas ook gezellig. Dankjewel, hoor. Doe je best, Pieter. Komt helemaal goed. Ga maar aan het werk. Ik denk dat je kleine Piet, we staan hier voor de pastorie in Zomereind. Dan noemen jullie het Sinterklaashuis. Het is het huis waar Sinterklaas logeert. Ja, Sinterklaas is gearriveerd in Zomereind. Hij gaat door heel Nederland, maar hij slaapt dit jaar in Zomereind in dit mooie Sinterklaashuis. Ja. Mogen we naar binnen kijken? We gaan even binnen kijken, van alles te zien. Het is voor het eerst, hè, dat jullie dat doen, als Sinterklaas hier komt. Ja, later. Vorig jaar heeft hij hier ook even geslapen, maar toen was het nog niet voor bezoek. Maar dit jaar kunnen de mensen ook binnenkomen kijken. Ja. Kom maar, we gaan naar binnen. Ja. En de huis, dat was er al? De huis was er al, ja. Ja. Sinterklaas huurt het een korte periode. Hè? Zoals wij in de zomer naar Spanje gaan, komt hij in de winter naar ons. Dus jullie hebben een flinke verbouwing moeten doen? We hebben alles verbouwd, alles voor elkaar gemaakt voor de Sint. Zodat hij een rustige tijd heeft hier, op de momenten dat hij rust wil nemen. Ja, en kinderen komen hier binnen en moeten dan een handtekening zetten? Ik zie daar papier liggen. Nee, dat is geen handtekening. Nee. Ze gaan, Sinterklaas kent natuurlijk heel veel kinderen, maar voor de kinderen die niet meteen bij naam weet, zetten we even de naam op het pak, dan herkent hij ze meteen. Ja. Dan lopen we door de voordeur. Ja. Ik zie meteen pakketjes liggen. Die mogen de kinderen mee naar huis nemen of niet? Ja, dit is allemaal voorbereid. Hè? Die kinderen die komen hier langs, die kunnen hun verlanglijstje inleveren. Hier worden alle Sinterklaas cadeaus ook ingepakt. En nou, dat is een drukste van je welste. We hebben te weinig plek, dus we hebben het ook maar even zo neergehangen. Alle ruimte goed benutten. Ja. Een truitje naar pepernoten. Ja, die worden hier ook klaargemaakt. Hè? Ja, doen we allemaal zelf. We gaan naar rechts. Even, ik zie dat Sinterklaas uit bed is. Oh, dit is de slaapkamer van Sinterklaas. Ja, zijn sloffen staan er nog. Maar kijk maar even binnen. Hè. Kijk, er hangt zijn nachthemd. Hangt er. En hier slaapt hij? Hier slaapt hij. Daar ligt zijn slaapmuts, zijn sloffen. Hij heeft zijn bed netjes opgemaakt. Ja, ja. Of later doen door de Pieter. Dat zou ook kunnen, ja. Dat zou ook kunnen. Waar slapen jullie dan? Boven? Wij slapen op zolder. Hiernaast liggen Zwarte Pieten te slapen. Ja. Maar we slapen vooral boven, ja. Ja. Ja, kijk, hier is ook een slaapkamer. Oh jee. Slaappiet? Ja, daar ligt nog een Piet te slapen. Een beetje zakjes zijn, Harry. Ik zal eens luisteren. Is hij ziek? Nee, hij ligt lekker te snurken. Hij is de hele nacht bezig geweest, hè. Het is echt. Ja, hij is moe. Ja. Maar als je de hele nacht bezig bent, en dit is een van onze oudere Pieten, hè, die mogen van Sinterklaas vanmiddag ook heel even gaan liggen. Ja, dat is maar als we hem dadelijk niet wakker maken, dan ligt hij de rest van de dag. Ja, en met schoenen in bed, dat vind je ook normaal, of niet? Nee, hij is net terug. Oh, en, geen tijd gehad. Ja, eigenlijk is dat niet normaal zoals ik het nou zie. Hij zou eigenlijk netjes een sloffen aan moeten hebben. Ja.
Dan gaan we naar de volgende ruimte. Ja, dit, hier vindt de hele administratie plaats. Kijk, al die kinderen die komen hun verlanglijstje inleveren. En hier is onze administratie, Piet, die houdt alles bij. Als kinderen iets vergeten zijn, dan worden hier ter plekke er even bijgezet op de typemachine. Een typemachine? Dan weten de kinderen niet meer waar dat is of wel? Nee, maar dat weten wij wel. Wij weten niet waar de andere is. Dus dit nemen we overal mee naartoe. Dat is vertrouwde techniek. En in de mappen staan de namen van de kinderen of hoe werkt dat? In de mappen staan de namen van de kinderen. Kijk, het is netjes op leeftijd gesorteerd. Ja, ja. En zo houden we alles bij. Ja. Telefoon, als er nog mensen bellen. Eigen gebakken pepernoten. Dan moet je wel de hoorder opleggen. Tenminste, nee, die ligt erop. Oh, die ligt er half op. Dan pak je hem sneller op, hè? Ja. Dan gaan we hier. Kijk, en dan zijn we hier verder. Waar hier de administratie plaatsvindt, wordt hier ingepakt. Ja. Meteen ter plekke. Meteen ter plekke. Alle cadeaus zijn nieuw. Er zijn dingen bij die we zelf maken, hè? Waar we zelf kunnen, maken we zelf. Ja. En anders hebben we daar een collega voor en die heet Bol. Ja. Piet Bol. En die zorgt dat alles komt. Ja. Dus het wordt ingepakt. Er gaat een naam op. En dan gaat dat op Sinterklaasavond. Dat is onze drukste avond. Oh, niet meteen vandaag nog? Nee, de grotere cadeaus die geven we op Sinterklaasavond. Ja. Kleine cadeautjes voor in de schoen, dat doen we natuurlijk. Daar zijn we iedere nacht voor op pad. Hè. Daarom lag die Piet daar ook nog te slapen. Ja. Maar dat is een aparte groep. Dat zijn de nachtpieten. Ja. En dit zijn de dagpieten. En in het bijzonder de inpakpiet. Dag- en nachtpieten zijn er dan, hè? Ja. Nooit van gehoord. Maar goed, dat is ook weer nieuw. Nee, ja, maar daar moet je wel een beetje bij blijven, Harry. Hè? Wij blijven ons ook doorontwikkelen. Ik zag buiten de tekeningen hangen. Die hangen er voor een op? Nee, die hangen, die hangen er niet voor sier. Kijk, er zijn natuurlijk heel veel kinderen die in hun schoentje een tekening stoppen. Hè? Ah, de een stopt er een wortel in, de andere stopt er een tekening in. En die tekeningen die nemen we natuurlijk mee. En die hangt Sinterklaas op, want daar is hij hartstikke blij mee. Ja. Oké, dan gaan we naar de volgende afdeling. Nou, het is niet zozeer een afdeling, Harry. We komen nou echt in de zitkamer van Sinterklaas. Oh. Ja, ik ben er niet geweest. Oh, dat is wel erg. Kijk. Oh, dat is de kamer van Sinterklaas. Dat is de kamer van Sinterklaas. En hij is net met de hoofdpiet. Ik vermoed even wat dingen aan het doornemen. Ja. Hoofdpiet. Heb je Sinterklaas helemaal bijgepraat? Jazeker, jazeker heb ik dat gedaan. Want Sinterklaas moet natuurlijk de namen weer allemaal doorkrijgen, weer op bezoek komen. Ja, dus. Oh, dat weten jullie wie er komt? Dat weten wij dadelijk, hè? Aantal mensen. We hebben al gehoord dat die graag willen komen. Maar die kunnen niet zomaar binnenlopen. Natuurlijk wel, jazeker. Ah, ja. Okay. Maar de meeste kinderen kennen we natuurlijk al, hè? Ja, en Sinterklaas die moet goed voorbereid zijn, hè? Want als je niet de verkeerde naam gaat noemen van een kind. Iedereen is welkom, niks op afspraak. En Sinterklaas, volgens mij zit hij er helemaal klaar voor. Dus even. Maar hier is alleen maar in de middag open, of niet? Alleen in de middag? Zaterdag en zondag, dus morgen en overmorgen, dan is Sinterklaas vanaf 11 uur tot 5 uur heeft hij speciaal vrijgepakt om alle kinderen te kunnen ontvangen. Ja. Nou, de rest van de dag is bestemd voor inpakken, administratie. En de zwart... Sint, u zit hier de hele dag hier op die stoel? Ja, de hele middag. En zoals deze Piet zei, zaterdag en zondag van 11 tot 5. Lange zit, zeggen ze dan. Ja, maar zitten gaat, hè. Dat gaat nog wel goed hoor. Ik denk wel dat het goed komt. Maar de kinderen komen dan hier op schoot zitten of komen hier op schoot zitten? Ja, als de kinderen dat willen en dan mogen ze op schoot zitten. Ze mogen nog de staf vasthouden, ze mogen op de foto, ze mogen in de stoel zitten hier naast Sinterklaas. Ja. Dus wat ze maar willen, zeg maar. En de ouders houden allemaal buiten of niet? Of mogen die mee? Die mogen mee, want sommige ouders, of heel veel ouders, willen natuurlijk ook graag op de foto. Ja. Dat is natuurlijk een mooi familieplaatje, dat kan allemaal. Ja. En die foto's moeten ze zelf maken? Ja, of een hoofdpiet die maakt ook graag foto's. En als ze allemaal op de foto willen, moeten we natuurlijk iemand hebben voor de foto te maken. En de hoofdpiet die heeft dan een speciale pen, want met handschoenen gaat het niet. Dat heb ik ook geleerd. Dat gaat niet op die moderne telefoons met het handschoen. Dus dan heeft ze een speciale pen voor foto's te maken. Ah, kijk. Ja. Modern. Wel een typemachine, maar ondertussen maken ze foto's met een nieuw apparaat. Nou, maar die foto's, hebben Sinterklaas zegt, vaak zijn er dan wel met de foto's stellen van de mensen die zelf komen. Ja. Dus Sinterklaas zit hier de hele middag. Zoals je weet, Harry, zitten is ook een werkwoord, hè? Dus het is wel hard werk voor onze Sint.
Ja. Sinter, heeft u één dag achter de rug? Het is nou vrijdag. Woensdag, hoe ging het? Afgelopen woensdag? Ik denk dat het goed ging. Ja? Ja, dat is altijd moeilijk zeggen natuurlijk. Maar ik denk wel. Ik hoor van andere Pieten en van kinderen en ouders dat ze het leuk vonden. En mogen ze maar één keer komen? Ik denk dat ze wel meer keren mogen komen. Ja? Als ze misschien nog niet alles gezien hebben. Of, ja, er zijn natuurlijk zoveel indrukken. En misschien dat de papa of de mama niet kon komen. Of de papa niet, of de mama niet. Mogen ze best nog een keertje terugkomen. En dan mogen alleen maar kinderen en ouders komen uit Zomereind? Nee, tuurlijk niet. Van heel ver mogen ze komen. Hè. Als ze de weg weten te vinden, mogen ze natuurlijk hier bij Sinterklaas in Zomereind komen. Ik zeg dat de mevrouw die kwam van Nederweert. Ja, dat is dan natuurlijk niet zo ver, maar die vond het natuurlijk ook leuk. Die heeft dat gehoord via. En dan vinden mensen het leuk om Sinterklaas een keertje te ontmoeten. En op de foto natuurlijk. Ja. Piet, we gaan verder. We gaan verder. Ik ruik namelijk pepernoten. Nou, daar heb je een goede neus, want daar zijn we vlakbij. Ja, neus, dat heb ik wel. Kijk Harry, hier zijn onze bakpieten bezig. Ja. En dat is niet zomaar iets, hè? Nee. Kijk. Ik denk, dus, hoeveel kilo hebben jullie al gedraaid de afgelopen dagen? Massas. 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 Zakken vol. Is dat moeilijk pepernoten maken? Wij hebben een heel goed recept. En dan kan allemaal maar thuis ook nog pepernoten bakken. Ja. Maar je bakt ze hier, maar ik zie geen oven, of wel? Jawel. Ze zijn compleet ingericht hier. Oh ja. Pastorie. Oh, geen wonder. We hebben een mooie oven en de eerste staan erin, dus die komen over 10 minuten eruit. En hoeveel lekkerder zijn die dan de pepernoten uit de winkel? Nou, dan vraag maar eens aan de Pieter, want als ze die dikke buiken van hebben. Overbodige vraag, Harry, hè? Hoeveel lekkerder? Ik zeg er niks van. Dit is het verse product. Ja, ik zie het. Kijk, met al dat werk in weer en ontij is de kans natuurlijk groot dat er wel eens een keer wat kleding vies wordt. Dus daarom hebben we hier onze waspiet. Ja, is iemand ik zal eens kijken of dat die er is. Doet. Ja, kijk. Ook hier geldt hard werken. Alles moet gestreken worden. Ja, ik weet niet of er alle vouwen uitgaan. Maar nee, zo komen er meer vouwen in, denk ik, of niet? Ja. Kijk, schoentjes mooi poetsen. Ja, dat moet ook nog. Ik hoop dat er heel veel kinderen komen, dat ze dadelijk allemaal komen aan. Want ik echt niet allemaal alleen. Is er maar één waspiet? Ja, er is maar één waspiet, want die andere waspiet is ziek vandaag. Je hebt heel lang door moeten werken, want je hebt zo druk gehad. Ja. Je hebt ispiet en je hebt waspiet, hè? Ja. Begrijp je wel, hè? Ja, ja. Dan moet ik alles hier, alles alleen doen. Kijk, en als wat je hier ziet, hè? Ja? Als wij s'nachts bij mensen thuis komen en we staan voor de schoorsteen, dan zijn er soms wel eens mensen die zeggen, God, zou je heel even mijn schoen kunnen repareren? Dus die nemen wij mee, ja? Die worden gerepareerd, die worden gepoetst en die zetten we volgende nacht weer terug. Met vulling? Met vulling. Ja, iets erin, ja. Oh, dat was ik niet. Nee. Dat is nieuw voor mij. Dus als je schoen kapot hebt, dan kan ik jullie bellen. Ik denk, als jij die zwarte schoenen vanavond voor de open haard zet, Harry, dan... Dan zijn ze morgen vroeg weer helemaal mooi wit terug. Was Piet, succes Piet. Ja, dankjewel. Oké, de was hangt er nog. Ja. Moet er allemaal gedroogd worden. De was heb ik buiten hangen. Zou ik altijd doen. Dan voor je de was buiten hangen. Ja, ik zie daar buiten speelgoed liggen. Of jullie verwachten dat de kinderen hier gaan spelen? Of mag dat? Ja. De kinderen die het leuk vinden om even een balletje te trappen. Of even op een skippiebal. Die kunnen in die mooie tuin gewoon blijven hangen als ze dat willen. Hè? Ja. Kunnen een foto maken. Een foto van Sint en Piet met je hoofd erin, ja. En die foto moeten ze dan zelf maken of maken jullie die ook? Ja, vaak zijn de ouders die dan even die foto maken, hè. Ja. En dan komen we bij de koffie, of niet? Ja. De koffiecorner. Dat is voor de opa's en oma's en papa's en mama's, of niet? Ja, kijk, er is ook ranja voor kinderen. Er is koffie, thee, chocomel. Als mensen het leuk vinden om inderdaad nog even in de tuin te blijven of samen even een praatje te maken, dan kunnen ze hier een wafel nemen, ja. Koffie, thee. Maar jullie boffen heel erg met het weer, of niet? Wij boffen heel erg met het weer, ja. Want het is nou zaterdag en zondag ook nog. Wordt ja. Ook goed weer? Ja. Jee, lijkt wel Spanje hier. Ja, lijkt wel Spanje, ja. Zo voor ons voelt het als thuis. Ja. Piet zorgt voor de koffie. Ja, dat is een andere Leo. Piet. Dat is Leo, dat is Leo, Piet. Dat is geen echte Piet. Die hebben ze gewoon ingehuurd.
Jullie kunnen niet alleen af? Nee. Want hoeveel pieten zijn jullie hier? 22. Oh, veel. Ja. Ja. Kijk, daar staat, staat weer een piet die, die let even op Ozo Snel. Dat is de paardenpiet? Ja. En? Kijk, Ozo Snel heeft er zin in. Nou. Is je rustig, paardenpiet? Ja. Ja? En gaat de Sint vandaag nog op pad met een paard of niet? Ja. Ja? Ja. En wat is jouw werk vooral? Paard stilhouden. Wat is jouw werk? Dat ik moet kijken op Ozo Snel en als kleine kinderen komen, dan de foto's maken met Ozo Snel. En jij kent het paard heel goed, of niet? Ja. Ja. Ja, anders was het niet de paardenpiet, hè? Nee, is maar de paardenpiet niet.